4, 3, 2, 1. Hoi, ik ben Tom Wildhagen en ik ben professor aan de Universiteit van Tilburg. Daar geef ik onderwijs en doe ik onderzoek naar alles wat met werk te maken heeft. Dus ook naar robots en andere slimme machines. Ik vind het belangrijk dat kinderen kennis maken met deze nieuwe technologieën. En daarom heb ik er een kinderboek over geschreven, Roosbot. Robots kun je intussen overal vinden. Hallo. Ze maken vrachtauto's in fabrieken. Ze verzamelen de pakjes die jij hebt besteld. Ze helpen in het ziekenhuis mensen opereren en kunnen zelfs ziektes herkennen. Maar ze zitten ook in websites. En dan heten ze chatbots, waarmee je kunt chatten. En ja, ze zitten ook in je telefoon. Dus er zijn heel veel soorten robots. Robots worden steeds slimmer. Ze kunnen zelfstandig taken uitvoeren en beslissingen nemen. En ook zelf leren om het nog beter te doen. Dat heet machine leren. En daarom spreken we van kunstmatige intelligentie. Of in het Engels artificial intelligence. Vaak afgekort tot AI. Tot nu toe bepalen wij als mensen nog steeds wat de robots moeten doen. Dat doen we door middel van programmeren en het maken van formules. Die noemen we algoritmes. Robots kunnen veel sneller denken dan mensen. Ze maken geen fouten en ze worden ook nooit moe. Maar als we de robot slechte opdrachten geven, dan gaan ze slecht werk doen en zelfs slechte dingen. Dus met robots en kunstmatige intelligentie kan het twee kanten uit. Deze technologie kan helpen om de wereld beter en veiliger te maken. Mensen hoeven dan geen gevaarlijk en zwaar werk meer te doen. Het is dan wel belangrijk dat mensen op tijd leren hoe je met robots moet samenwerken. Dan hoeven ze ook niet bang te zijn dat de robots het werk afpakken en ze werkloos worden. Opleiding en scholing zijn daarom heel belangrijk. De andere kant die we niet uit moeten, is dat robots en kunstmatige intelligentie vooral worden ingezet om mensen te controleren. En dat de vooroordelen die mensen hebben ook in de robots worden geprogrammeerd. Dan worden mensen slaaf van de robot en wordt de samenleving niet beter. Om dat te voorkomen moeten we robots en kunstmatige intelligentie de menselijke waarden meegeven die we in wetten en in afspraken van de Verenigde Naties hebben vastgelegd. Dus alle zaken die we als mensen heel belangrijk vinden. Het is nog niet zo makkelijk om deze waarden te uploaden naar robots. Denk aan de waarde van gelijke behandeling. Hoe zorgen we ervoor dat robots niet discrimineren bij het aannemen van mensen voor een baan? Het is heel belangrijk dat altijd duidelijk is in elke situatie of iemand met een mens of een robot of chatbot te maken heeft. Dat mag niet door elkaar gaan lopen. En het is ook belangrijk om te onthouden dat een robot steeds meer onze gevoelens en emoties kan herkennen, maar zelf geen gevoelens heeft. Als we op dit alles letten en mensen goed op de hoogte houden van hoe deze nieuwe technologie werkt, kunnen robots en mensen prima hand in hand gaan. Zo, dat was mijn verhaal over robots en kunstmatige intelligentie. Tot ziens bij Tilburg University.